En ze zijn altijd van mij. Van mij. Van mij. Al deze knuffels zijn van mij. Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Loesje en vandaag gaan we kijken en ik ga zeggen hoeveel knuffels ik heb. Je ziet het eigenlijk denk ik al ervoor staan. Echt zoveel. Ik heb er net, ik denk dat ik net had geteld. Ik was eigenlijk tot hier gegaan, maar ja, ik kon niet verder. Dus ik ben gewoon gestopt en we gingen beginnen van het en we gingen alles even meteen maken. Van dat dus. En vergeet niet op mijn kanaal te abonneren. Duimpje omhoog te geven. Op het belletje te klikken. Ding ding. En vandaag gaan we met mijn knuffels kijken. Dus laten we beginnen met de eerste. En ik ben zelf aan een eigen poesje. Miauw. 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 En ik moet het zien. Die knuffeltje. Eigenlijk was het een dier. Maar we hebben gewoon die gepakt. Omdat ik ging het aandoen. Dus laten we beginnen met de eerste collectie. En kijk, dit is de konijnencollectie met een nijntje en een ballerina konijn. Een heel grappig eentje eigenlijk, maar die vind ik eigenlijk best wel leuk. Een leuke blauwe een, maar die eigenlijk best wel vies is. Van de, die is eigenlijk al heel erg oud toen ik eigenlijk een baby was. Die was ik eigenlijk nog 0 jaar oud. En zelfs een Hello Kitty. Oh, hè? Oh. Hij is eenmaal nat geworden. Een Hello Kitty 1. Hij lijkt hem heel erg babyachtig. Heel erg babyachtig. Als ik naar deze toe ga. Deze. Die Hello Kitty 1. Een keertje was ik eigenlijk naar een. Eigenlijk die nijntje. Een keertje was ik ergens naartoe gegaan. Naar een winkelcentrum denk ik. En had mijn oom aan me gegeven van het. En daarom heb ik die nu. En heb ik een nijntje. Die vind ik nog eigenlijk best wel leuk. Omdat ik vind nijntje nog een beetje leuk. Maar die knuffels van het vind ik nog heel erg leuk. Als ik naar deze toe ga. Over deze weet ik eigenlijk niet zo super veel. Ik weet alleen dat ik het eigenlijk toen ik een baby was. Dat mijn mama of papa voor me het had gekocht of gewonnen van het. Anders weet ik er niks van. Ik heb geen idee. Het was, deze is eigenlijk heel erg oud. Ik vind hem niet leuk meer. Ik vind hem niks meer. Ik ga hem gewoon een keertje aan mijn broertje geven van dat. Van het. Eigenlijk, deze weet ik er eigenlijk ook niks van. Die blauwe, allebei. Ik denk dat ik allemaal een baby voor was. Als ik naar deze toe ga, ik denk dat ik er een keertje toen ik een baby was, ik denk 1 jaar oud was ik. En dan hadden we het eigenlijk in een kermis gewonnen, denk ik. Ik weet niet of mijn mama en papa hebben het voor me gekocht. Ik weet er niks van, net als die andere. Helemaal niks. Deze weet ik er wel van. Supergoed. Een keer was ik met mijn nichtje, die van dat. En toen was we echt naar een pietenfeest gegaan. En hadden we allemaal gekleurd en dingen. En kregen we zakjes van het. Dus mijn broertje had er eentje en ik had er eentje. En toen zat deze voor mijn broertje erbij. Vandaan, die weet ik wel goed. De Hello Kitty. Ik ga even nadenken. Wat was het ook weer? Ik denk dat ik niet was geboren of zo. Dat gekocht toen ik nog niet was geboren eens. Ik weet er niks van. Dus dit was de konijn de Hello Kitty nijntje collectie. En ballerina eigenlijk. En we gaan omdraaien bij hier. Bij hier. Excuse me. En dit is de unicorn collectie van het. En deze. Als ik begin bij deze. Een hele, hele leuke roze Pinkie Pie sleutelhanger. Kan je voor je tas ophangen. Ik vind hem wel lief.
Als ik doorga naar welke kies ik? Ik kies deze. Deze. Ik denk dat ik hem in de winkel zag. In de winkel. En deze eigenlijk ook. Maar ik heb geen idee waar mijn Pinkie Pie is. Daarom weet ik nu alleen deze twee. Ik vind hem echt, de Pinkie Pie, echt, echt leuk. Maar ja, waar is die naartoe? Geen idee. Maar gelukkig heb ik de kleuren. Gelukkig heb ik deze twee die ik ook leuk vind. Dan maak ik er licht en blauw. En ik hou van lichtblauw. Net als babyblauw van dat. Dat vind ik best wel leuk. En donkerblauw en mediumblauw van het. Dus een beetje donker en een beetje licht. Dat vind ik leuk. En als er wit erbij gaat, gaat het super, super licht worden. Maar dit is eigenlijk mediumblauw. En de donkerste is heel erg, heel erg. Nou, dat is eigenlijk de L. En de lichtste, dat is de S. Vandaar, deze vind ik eigenlijk leuk. Maar deze had ik... Dit was mijn laatste knuffel. Dit was de laatste toen ik nog over had. Dit was eigenlijk de laatste. Dit was de laatste die... Dit was de laatste die ik nodig had. Dit was de enige. En die heb ik ook nog. En ik denk dat dit mijn eerste was. Gaan we door even. Ze kunnen wel even liggen zo. Even slapen. Even een dutje doen. Net als papa Big wat het doet. En deze unicorn. Ik heb... Geen idee. Ik denk dat ik een baby was van me. Nee, ik was 2 jaar oud. En had ik het in de winkel al een keertje gezien. Ja, van dat. Ik was 2 jaar. Ik had het in de winkel gezien. En mama of papa had het voor me gekocht. Dat was het. En deze twee unicorns heb ik allebei van mijn oma gekregen. Ze allebei. Ze hadden het ook. Maar hij heeft ze allebei aan mij gegeven. En ik vind ze zo leuk. Van, dat was dus de unicorn collectie. En waar gaan we nu naartoe? Als ik me een beetje even omdraai. Hier is de fruit collectie. Die is eigenlijk van de Lidl die je kan winnen. Maar ik heb eigenlijk een paar van de zee collectie. Van de zee, eigenlijk van de zee dingen dat je kan winnen in de Lidl. Die heb ik er een paar van. Omdat de andere van de Lidl, van die knuffels, heb ik er een paar. En niet super veel. Maar eigenlijk van de groente en van fruit heb ik ze allemaal. Ze allemaal. En dit is dus de fruit ene. En dit... Was het denk ik mijn tweede, die watermeloen. Ik denk het. Of mijn eerste. Nee, mijn banaan was eigenlijk de eerste, denk ik. Mijn banaan was de eerste. Een keertje, niet super lang geleden, net als eergisteren van me. Hadden we dit al, deze hele zooi. Dus eigenlijk 2 dagen dat ik het heb. Ging naar mijn mama. Ging naar mijn mama toe en had ik deze banaan mee. Ik had hem achter mijn rug. Mijn mama was mijn broertje. Hem is aan het verschonen. In hem is de kamer. En toen zei ik, mama, mag ik een banaan? Mama zei, oh nee, we hebben geen banaan. Ik zei, hier heb ik een banaan. En ik ging het pielen en ham, ham, ham. Ik heb het nog weten. Ik heb een hele leuke grapje gemaakt. Heel erg grappig. Van dat dus. Die was heel, heel erg grappig. Aardbei 1. De aardbei. Ik denk de laatste. De allerlaatste 1. En dit is dus de watercollectie. Als ik naartoe ga, de eerste stap. Kikker. Ik was een keertje naar een park toe gegaan. Eigenlijk van Kikker. En toen had ik eigenlijk mijn broertje al. Hij was eigenlijk nog 0 jaar oud van het. En toen ging ik en mijn papa ergens naar een attractie toe. En mijn mama had mijn broertje mee. En ze was naar een winkel. En ik en mijn papa wisten er niks van. Omdat wij gingen samen naar een achtbaan. Ik en mijn papa. Van dat. En toen ik en mijn papa...
terugkwamen van de achtbaan toen we al klaar waren. Onze beurt was al over. Onze mama was ook al klaar met mijn broertje. En dan had ze gewoon die knuffel. En dus deze die kikker achter haar rug. En ging ze mij verrassen met deze knuffel. Ik weet er nog alles over. Ik weet er alles over. Dat was dus die kikker. Deze is heel erg simpel. Niet zo super lang. Je weet het eigenlijk, denk ik al. Toen ik 6 jaar oud was, van mijn video van 6 jaar, toen kreeg ik deze van mijn mama en papa. En hij kan boos worden. Hij kan blij worden. Ik hou hem elke keer blij, maar niet super vaak. Als ik boos ben, dan doe ik ook mijn knuffel. Dan pak ik mijn knuffel uit mijn bed en doe hem boos. Eigenlijk, hier weten jullie denk ik ook van. Deze knuffel, eigenlijk als ik ook deze erbij pak. Deze had ik voor een video gedaan. Voor een ander video van die eieren. En had ik deze twee erbij gekregen. Eigenlijk, ik denk dat jullie van de Lidl al weten. Van de minnetjes. Deze allemaal best. Wow, ik word er misselijk van. Over allemaal pakken. Het zijn eigenlijk 4 van de water. Oh nee, 5. Het dolfijn. Deze allemaal had ik allemaal in de Lidl gewonnen. Ik had kaarten verzameld van het. En van dat. Ik mocht allemaal kiezen. Ik heb niet ze allemaal van het. Jammer. Maar ik heb wel eigenlijk de Jungle Minis. Ik heb er vandaag eentje kunnen gehaald. Ik had 2 kaarten vol. Ik moest er alleen nog 2 en ik had er al 8. Maar ja, ik kon er alleen nog eentje. Dus ik heb er nu 9. En ik moet alleen nog die zwarte een van die tijger. Dat is de enige die ik nog over heb. Die moet ik alleen. Die alleen. Dat waren dus van deze allemaal. Heel veel. En dit is dus de groentecollectie hier. Bij me. Als je het ziet. Hallo, sorry. Dit is dus de groentecollectie. En ik heb hem allemaal, dus ook de fruitcollectie. En de groentecollectie heb ik allemaal in de Lidl gewonnen. En dit is dus, ik denk dat jullie het al weten, mijn mama lust het, maar ik lust het helemaal niet. En het heet een champignon. Dit is een kolf, denk ik. Witte kolf. Ja, een witte kolf. En dit is een erwten. Een wortel. En een... Ik heb eigenlijk geen idee hoe dit heet. Ik wist eigenlijk eerst hoe het heette, maar ik heb eigenlijk nu geen idee. Ik heb geen idee ermee. En dit weet ik ook niet. Ik denk dat het een prui heet of zo. Ik denk dat. En dit is dus een wortel, had ik eigenlijk niet gezegd, denk ik. En mijn vader bij broccoli. Echt tasty, yummy. Mijn broertje houdt de meeste van de groenten, meestal van wortel. En een heel erg, een niet lekkere elk, waar je elke keer van moet huilen. Dat was een keertje bij mij gebeurd, ook bij mijn mama. En dit is dus, ik denk dat het een heel raar woord is, maar het is een menscollectie. Heel erg enthousiast. Dit is eigenlijk de menscollectie als ik deze pak. Dit is eigenlijk een troll van die roze. Knuffelpijn! En hij praat. Wat een coole feestjurk! En wat... Oh, daar gaan we! Dus we moeten gaan. We moeten weggaan. Kaartje kat. Van Peppa Pig. Ik denk dat ik het
Dat ik nog niet eigenlijk was geboren of zo. Of mijn papa of mijn mama had het voor me gewonnen in de kermis. Ik heb geen idee ermee. Ik vind hem wel heel erg leuk. Kaartje kat. Die was eigenlijk een tijger. Rari. Ik heb hem gewoon bij een menscollectie gedaan. Omdat hij... Ze is een mens in de video van het. Van Peppa Pig. Dus vandaar. Deze twee hebben gedaan. Mickey Mouse. Minnie Mouse. Geen idee. Ik was nog niet geboren ermee. Ze allebei. Allebei. Olaf. Ik denk dat ik 1 jaar was. Ik heb er geen idee meer. Eigenlijk bij Jokie is het niet zo super, eigenlijk super leuk. Ik weet eigenlijk niet waar ik het vandaan heb, waar het was van het. Ik denk dat mijn papa of mama voor me had gekocht. Maar een keertje was ik een beetje ziek. Dus ik ging naar een ziekenhuis. Ik voelde me een beetje ziek van het. En toen mocht ik Jokie meenemen. En toen had ik hem meegenomen. En dit is dus de diercollectie. En dit was eigenlijk van serie 3 van de Rainbow Courts die we hadden gedaan. Toen we die nageltjes erbij kregen. Die slijm van zwart en roze. En die boebelkorn. Kennen jullie die nog? Dat hadden we allemaal bijgekregen. Ik denk dat jullie deze al weten. Het was niet super lang geleden. Eigenlijk toen ik 6 werd, had ik deze van mijn vriendin. Van mijn vriendin gekregen. Ze had eigenlijk ook een broertje, maar die had ik allebei uitgenodigd. Omdat die jongen was ook mijn vriend en haar zus was ook mijn vriendin. Omdat toen haar broertje nog niet was geboren, toen was haar zusje eerst nog in mijn groep. Maar toen was ik groep 1 en was haar zus groep 2. Maar nu, de zus van haar is nu al in groep 4. En nu zijn ze allebei mijn vriend en vriendin. Zelfs die jongen ook. En deze had ik van hun gekregen. Ik kreeg er zelfs 2 en al zat deze erin. Dit was eigenlijk die unicorn, maar het lijkt op een kat. Maar ik vind het toch leuk. Deze hond. Geen idee waar het vandaan komt. En wat het is. Ik heb er geen idee mee. De roze ballerina hondje. Van dat. Anders, ik weet niks van waar die vandaan is. Ik weet er niks van. Niks. Deze. We gingen naar de Intertoys toen de corona nog niet was gekomen, de corona. En toen had ik deze uitgekozen. Van een knuffel. Toen had ik deze flamingo. En deze kennen jullie ook al. Die vlog. Toen het helemaal een bolletje was. We gingen in water stoppen. Hij was een helemaal bolletje. We gingen hem wassen. Er kwam een lama eruit. Dat is die. Ik denk serie 2. Serie 2 Rainbow Corns. Van dat. Voor die vlog. Weet je nog? Dat was deze. Van dat. Wat de collectie er nu komt. Het is de. Niet zo super veel, alleen maar 3. Het is de panda collectie. Pom, pom, pom. En ze zijn al die van mij. Van mij. Al deze knuffels zijn van mij. En deze giant panda is super zwaar eigenlijk. Kom hier jij. Deze giant in. Ja. Boom. Deze panda weet ik er niks meer van. Deze panda weet ik er eigenlijk ook niks meer van. Haar niks meer van. En deze hebben jullie al een beetje al denk ik gehoord. En dit is dus de enige. De vliegcollectie.
Het is een bij. Bzz, bzz. Au, het prikt. Au, een mug. Bzz. Hij kon jullie prikken. Hij kon de camera prikken. Pjam! Ik heb jullie. Deze heb, eigenlijk heb ik deze ook in een. Eigenlijk in de Lidl ook gewonnen. Een bij. Bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Dat was dus deze collectie. Hij was super, super snel. De laatste collectie. Nu al. Gaat zo snel. En dit is de beercollectie. De beren. De beren komen erachter jagen. Achter jagen. Roar! Ja, deze blauwe beer. Ik denk dat we ergens naartoe waren waar je speelgoed kan van halen. En had ik deze beer uitgekozen. En dan kan je mee krijgen. Zo schattig, ik hou van hem. Hij is mijn cutie. Mijn cutie. Grote beer. Ik weet er niks meer van. Eigenlijk, ik vind hem wel leuk. Hij slaapt bij me heel vaak. Ik vind hem de liefste beer. Een beer. Ik vind deze knuffel heel erg leuk. Hij staat bij me zo vaak. Hij is zo groot van de hele wereld. Wat vonden jullie van al mijn knuffels van alle collecties? Net als ja, de zeecollectie. Net als de konijnencollectie van alles. Alle collecties. De berencollectie. De pandacollectie van alles. En vond je het filmpje leuk? Geef een knuffel, zoek duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en doei, knuffels laten zien. Yay! Yeah!